ben even 2 maanden met reces en hier is de boel helemaal veranderd. Heel veel mensen gaan weg zometeen. Heel veel mensen zijn ineens ook van de ene partij naar een andere partij geholpen. En dat is mevrouw Nikki Pauw-Verweij die daar staat. Nou, die bijvoorbeeld die is naar BBB gegaan. BBB is de grote winnaar. Ja, in de 20 de grote verliezer. Joost Eertmans die is nu een beetje alleen op de wereld overgebleven. Maar die kunnen we niet vinden. Nieuwe partij? Nieuwe partij. Ja, hoe is dat zetelroven? Nou, zetelroven. Zou je het zo willen noemen? Ik zie zeg maar, de directe concurrenten elkaar een beetje afslachten. Die pakken elkaars kamerleden af. Ja, dat moeten ze lekker doen. Is dat chic? Want je hebt er verstand van. Nee, kijk, weet je, ik vind juist heel goed dat mensen... Zetelroven? Nee, stabiel blijven. Maar dat misschien ergens anders... gaan uiten. Ik ben niet naar een andere partij gegaan, maar ik heb mijn eigen partij opgericht. Maar ik heb ook ooit een partij verlaten waarbij ik het niet meer zag zitten. Dus ik ben denk ik wel de laatste die daar nou anderen de les over moet lezen. Het valt bij de politiek. Kijk, in de Groot-Brittannië is het zo dat als jij het niet eens meer bent met de zittende partij, dan doe je aan floor crossing en dan loop je naar de andere kant van de zaal en dan ga je daar zitten. Oh, dan lekker vertrouwen van al die mensen die op je gestemd hebben dan. Nou nee, die mensen hebben nog steeds op jou gestemd. En jij moet de belangen van die mensen dienen en niet de belangen van je partij. Heb je wel een beetje medelijden nog met Joost? Nou ja, het is voor hem wel een beetje... Natuurlijk is het voor hem vervelend dat hij nu nog maar 1 zetel heeft. Dat snap ik. Een beetje Remy. Ja. Kuzu. Kom eens hier. Weet je waar Eertmans is? Ja, geen idee, maar was hij voor de zomer, hij was wel actief Kamerlid, toch? Maak me zo zorgen om Joost. Nou. Hij is ook weg, niemand kan hem vinden. Oh, is dat zo? Weet je niet, hij zit op een partijmeeting, maar dan denk je, ja, dan zit hij dus ergens in zijn eentje. Nou, nee, er is meer van de partij over dan alleen Joost, zover ik weet. Maar ik heb er vandaag vooral heel erg zin in om samen met BBB aan de slag te gaan. Ja, dat is politieke antwoord. Nou, dat is gewoon mijn antwoord. Het is heel gek dat je gewoon op je eerste werkdag er niet bent. Ik weet het niet. Ik heb hem ook nog niet gezien. Nee. Iedereen mag vinden ervan wat je wil, maar je hebt wel de doodsteek uitgedeeld aan jaar 21. Dit komt niet meer goed natuurlijk. Ja, ja goed. Ja, toch? Zo kan je het zeggen. Je kan ook zeggen, ja, weet je, partijen die hebben ook niets. Maar zijn ook niet in staat geweest hun Kamerleden te houden. Er is toch even iemand weg? Ja, Kees van der Staaij. Ja, maar ik bedoel ook bij u. Ja, ook dat is waar. Lilian Helder, zeker. Ja, dat is jammer. Ik wist er zelf eerlijk gezegd niets van. Ik kreeg een appje. Nou. Gaat dat tegenwoordig, hè, met een appje? Zo, ja, moet je ook niet moeilijk over doen. Zo gaat dat dan blijkbaar. Waarom heb je het teruggestuurd? Nou ja, omdat het een feit fait accompli was. Het was gebeurd en dan leg je daarbij neer en dan, nou ja, het zij zo. Er is hier veel gaan. Ik heb af en toe het idee dat er een soort eredivisievoetbal is. We pakken eens daar een poppetje, pakken we daar een poppetje. Zo stellen we onze kieslijst samen. Komen er mensen van andere partijen die hier nu in de Kamer zitten? Ik heb gezegd dat ik helemaal niets over de lijst ga zeggen. Dan ga ik hem anders stellen. Nee, ik heb zelfs de vraag bij een van je collega's of Mark Rutte op mijn lijst staat, bewust niet beantwoord. Nou, die durf ik wel. Het antwoord wel kunt gokken, maar ik ga even helemaal niks zeggen over de lijst tot hier aan lijst. De meest ervaren Kamerleden zitten op dit moment bij mijn partij. Heel veel mensen gaan, dus dat nemen ze ons ook niet snel. Alle plusje plakken zitten bij u, inclusief uzelf. Nou ja, bij uw omroep is het denk ik niet zo heel veel anders. Nee, het zijn geen... Kom ik ook die weg, nee. Nee, daarom. Waar zou je naartoe moeten? Nee, maar zonder gekheid. We hebben goede mensen. En ik zie dat niet als plusplakkers, maar mensen die gewoon goede Kamerleden zijn. Wanneer komt die lijst? Weten we dat wel? Nou, we weten dat de deadline op 9 oktober ligt bij de kiesraad. Nou, iets ervoor? Ja, die komt daarvoor. Want... Dat snap ik. Ja, dat is logisch. Maar wanneer? Kan er een datumpje? Die datum die komt ook wel. Die komt ook nog? Ja, die komt ook nog. Ja. Voor 9 oktober? Ja, echt wel een aantal dagen voor 9 oktober. Omdat er ook nog ondersteuningsverklaringen ingediend moeten worden op die kandidatenlijst in de districten waar je meedoet. Dus die kun je niet echt op 9 oktober gaan inleveren. Dat is ook nog een vraag natuurlijk waar je allemaal meedoet, maar daar ga je nog niks over zeggen. Ook daar zeg ik, ik heb gezegd, ik kom er mee op het moment dat die lijst er ligt. Nee, precies. Dat heb je goed onthouden. Ja. Maar er staat echt iemand die wil jou na inmiddels 25 minuten heel graag meenemen naar je volgende afspraak. Maar je moet naar Vera Bergkamp, toch? Is de regeling al afgelopen? Ja, die heb je mooi kunnen skippen, ja. Dat is toch ook weer fijn. Ja, en dan ga ik naar mijn volgende afspraak toe. Dankjewel. Geen Stijl, juist nu. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.